Ja. We zijn onderweg naar school en Sarah die vindt het helemaal hilarisch dat de dieven... Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb een hele productieve ochtend erop zitten. De was draait al, de vaatwasser staat klaar, die kan zo aan. Ik heb een video aan het aanzetten om te rennen, de bedden zijn opgemaakt. Ik heb al was die droog was opgeruimd, dus helemaal trots op mezelf. Zeker als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan weet je dat ik een beetje moeite had met alles weer op orde te krijgen. Dus ik geef mezelf even een schouderklopje. Zeg, in ieder geval een stapje verder. Mijn bloemetjes staan trouwens nog steeds heel mooi. Dus vind ik heel fijn, die moeten weg. Maar dat moet Marco even maar doen. Die vaas is een beetje groot. Ik heb altijd ruzie ermee. En ik wil ze uit de vaas in de groene bak gooien. Want anders gaan ze zo lekker. Dat vind ik gewoon vies. Ik doe even de laatste spulletjes. Sarah te stappen. Ze gaan het aankleden. En dan gaan we weer naar school. Ja. We zijn onderweg naar school. En Sarah die vindt het helemaal hilarisch dat de dieven... Een lege doos meegenomen. Ja, die hebben ook een lege doos meegenomen van een zonnebril. Die zonnebril had ik bij me op vakantie. Dus hoe ben je dan bezig? Ja, die is helemaal gedraaid. We moeten even flink doorlopen, want deze jonge dame, die was te ijdel en duurde heel lang met aankleden. Dus we waren heel vroeg en nu zijn we aan de hele late kant. Nog niet te laat, gelukkig. En Noah komt bij me spelen. Ja, Noah komt naar school, hè. Dat is vanmiddag pas, maar wel gezellig, hè? Ja. Ja. Zo, Sarah is op school. Ze was op tijd gelukkig. En nog voor de bel in de klas. Ik ga nu thee zetten en dan ga ik de aangifte weer nalopen. Morgen komt de schade-expert, ook van de inboedelverzekering. Oh, dus 2 seconden. Dit schiet niet, namelijk. Waterkoker vullen met 1 hand. Dat lukt nooit. Dus dan ga ik hem weer nalopen. En het stomme is, elke keer als ik hem naloop, zelfs nu, bedenk ik weer, oh ja, dat zat er ook in. Nu bedenk ik me weer oorbellen die ook weer weg zijn. En elke keer, ik heb deze oorbellen nog en ik heb de ringen die ik bij me had. En verder zijn echt, zeg maar, allemaal gewone dagelijkse oorbellen zijn weg. Dus ik heb alleen nog een paar hele opvallende, maar voor de rest alles weg. Zo irritant. Nou, en voor je het weet is de ochtend weer voorbij. Ik ben alleen maar daarmee bezig geweest en ik heb Sarah de lunchtrommel gemaakt. Dus ik ben daar ook weer helemaal klaar voor. Ik heb 1 ding wat ik wel weet, maar daar heb ik even informatie aan mijn moeder over gevraagd. Want sommige dingen komen natuurlijk van mijn oma. En soms weet ik niet of het bijvoorbeeld nou zilver of wit goud was. En vaak als ik het dan aan mijn moeder vraag, kan zij die informatie invullen. Dus daar ben ik nog op aan het wachten en verder kan ik me nu op dit moment niks bedenken. Ja, ik zit al, nou ja, zeker over de 70 stuks die ik me gewoon individueel heb kunnen herinneren en heb kunnen noteren. En ik blijf op dingen komen en ik weet dat ik nog heel veel niet genoteerd heb van de sieraden. Ik weet waar ze lagen, maar om het dan zo te benoemen, dat is dan weer, zeg maar, iets anders. Maar goed, als ik nu de deur uit ga, ben ik precies mooi op tijd op de overblijf. Dus dat nu eerst. Ik heb een pittig overblijf gehad, maar goed, het was wel leuk en het zet nog steeds mijn dag even overal vanaf. Ik heb snel de was opgehangen en nu even tijd voor thee. En het was echt heel sneu. Ik ben er dus vandaag helemaal achter gekomen. Ik had al een beetje wat gemerkt. Maar Sarah die neemt allemaal spulletjes elke keer mee naar school. En die laat ze daar in haar kastje liggen, want ze is heel erg bang dat de boeven terugkomen en de spulletjes meenemen. En echt, dat breekt mijn hart zo. En ja, ik vind het heel lastig wat ermee te doen. Dus ik had het net met de mama's al in de app gegooid. En daar kreeg ik best wel een paar goede tips over. En ik had ook al daarnet even aan de juf gevraagd of ze tijd had naar school. Dus daar ga ik zo ook heel even mee praten hoe we dat kunnen aanpakken. En ik hoop de tips die ik kreeg, zijn ook sommige in samenwerking zeg maar met de juffen. Dus ik hoop dat ze daar zo aan mee willen werken. Ja, anders heb ik pech. Ik bedoel, school is voor alle kinderen, niet alleen voor die van mij. En dat besef ik me heel goed.
Dus even afwachten. Ik heb sowieso na school, heb ik Sarah en Noah kom mee, dus heel gezellig. En die blijft hier spelen tot aan het eten, zeg maar. Dus dat is ook wel, dan hebben we even een hoop positieve, leuke geluiden in huis. Dus daar ben ik echt ook mega blij om nu. Net als het ochtend. Ja, dus het winkelcentrum is open. Waarom moet zij nu naar de koppen? Redelijk klaar voor de verzekering morgen. Ik ben ook een lijst aan het opstellen van elke keer de dingen in huis, zeg maar, die kapot zijn, die zich kapot hebben gemaakt. Omdat ik heel erg bang ben dat ik morgen gewoon al die dingen dan weer ga vergeten. Want echt, elke keer denk je, oh ja, dit, oh ja, dat. En dan ben je weer iets anders helemaal vergeten. En het schiet echt voor geen meter op. Dus ik hoop wel dat ik dat morgen dan af heb. Dat bedacht ik me net pas, dat het misschien handig is om daar gewoon even voor mezelf een lijstje van te maken. Maar voor nu loopt mijn hoofd echt even over. Dus ik denk, ik ga even nu gewoon achter de computer dingen doen die ik moet doen. En soms komen de dingen dan weer bij me. Als ik dan even met iets anders bezig ben. Zo irritant. Ik heb een heel fijn hoesje op mijn telefoon, maar ik krijg hem er niet op. Wel het beste hoesje ooit als je kinderen hebt, echt. Er komt een nieuwe deur. Die komt hier morgen in. Nou. Nee, je ziet eruit als een crimineel zo. Ja, ik heb de deur uit de woning gehaald. Hé, nou weet ik wie het was hier. Kijk, ja. We hebben hem gevonden. Al zo lief, Bas had dus voor ons een deur geregeld. Vraag me niet waarom. Morgen komen ze van de verzekering deze deur maken. Maar ja, de deur die nu komt is betere kwaliteit. Zeg maar, dus ik moet even kijken hoe ik dat morgen met de meneer van de verzekering ga doen. Want hier moet heel veel aan gerepareerd worden. Maar ja, het is natuurlijk al avond dat ik dit weet. Dus ik had dit niet eerder kunnen overleggen. Dus even kijken of het makkelijker is om misschien gewoon die nieuwe deur gelijk te plaatsen. Die moet nog wel geverfd worden, maar ja, daar is het nu gewoon geen weer voor. Dus dat zal over een paar maanden moeten. Maar ja, dat moet morgen nog maar even zien wat dat allemaal gaat worden. Voor nu staat hij er en dat ding is echt loodzwaar. Maar ja, zaken allemaal voor morgen. Ik heb net ook de doosjes. Ik heb een tas waar alle verpakkingen in zitten van alles wat is meegenomen. Nou, hebben ze niet alle verpakkingen laten liggen. Sommige dingen met doosje mee. Er zijn zelfs lege doosjes waar niks in zat. Omdat ik dingen bij me had op vakantie. Of die zijn meegenomen. Echt zo stom. Maar goed, alle verpakkingen. Ik heb de aangifte net nog een keertje doorgelopen. Voor nu kom ik nergens meer op. Dat gaat weer veranderen, want ik blijf op dingen komen. En ik denk dat het op de een of andere manier nooit klaar mee gaat zijn. Maar goed, dat is klaar. En ik kwam vandaag nog allemaal oude muntjes die we hebben. Niet waardevol of zo. Maar die hebben in huis, die kwam ik allemaal nog tegen. Dus Sarah en Marco, die hebben net al muntjes uit zitten zoeken. En dat ligt nog op tafel. Want dat is best wel veel werk. Ik zit nu even foto's nog uit te zoeken. Want ik ben nog steeds ook bezig met backuppen. Want dat heb ik wel echt heel erg door wat er gebeurd is. Dat wil ik gewoon helemaal af hebben en veilig hebben. Dat ik zoiets heb, dan kan daar in ieder geval nooit iets mee gebeuren. En dan bewaar ik ook niet alles in huis, zeg maar. Ik bewaar een kopie in huis en een kopie ergens anders. Dan mocht hier ooit wat gebeuren en het toch meegenomen worden. Al is het voor niemand van waarde, behalve ons. Maar goed, dan is het gewoon veilig. En dat geeft me heel veel rust. Ik heb, zeg maar, van het begin van mijn leven tot met juli dit jaar is helemaal klaar. Dus dan heb ik augustus, september, oktober en dan een paar dagen nu november. Want het is nu 5 november. Dat moet ik dan nog. Dus dat is goed te doen. Dat is 3 maandjes, zeg maar. Nee, want ik ben bij augustus. Dus 3 maanden. Ik ben toevallig ook bij 5 augustus nu. Dus dat is 3 maanden wat ik nog na moet lopen. En moet zorgen dat het dan helemaal klopt. Maar dat is te overzien. En daar heb ik ook echt heel hard aan gewerkt. Eerder al, maar nu extra. Dus ik vind het wel heel fijn dat dat dan dadelijk gedaan is. En dat gaat me denk ik wel weer wat rust geven die ik nu heel erg kwijt was. Ik ga lekker mijn bedje in morgen vroeg op. Want ze kunnen echt al om 7:30 hier zijn. En dan wil ik gewoon helemaal klaar zijn. Dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.